Het bestuur van de stadsregio Amsterdam heeft bekendgemaakt in 2012 13 miljoen euro te moeten bezuinigen op openbaar vervoer door het GVB. Daarbij stelt de stadsregio bezuinigingsmaatregelen voor op metrolijn 51. De wethouder van verkeer en vervoer John Levy heeft te kennen gegeven aan het bestuur van de stadsregio dat hij de verlaging van de frequentie van lijn 51 op zondagen alleen acceptabel vindt als de lijnen 51 en 53 dezelfde behandeling krijgen. Het bestuur van de stadsregio heeft echter voor 2012 wel plannen voor lijn 51, maar niet voor lijn 53. Het Amstelveens college stelt voor om voor beide metrolijnen de frequentie in de ochtend en de avond terug te brengen tot 4 keer per uur en deze in de tussenliggende tijd te handhaven tot 6 keer per uur.